Goedemiddag kijkers van mijn kanaal, oftewel Rotjog. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjog. Welkom weer terug in Mindtopia. En jongens, ik heb goed nieuws, want als je hier in de chat leest, staat er eigenlijk hier ook: de politieveiling van in beslag genomen artikelen zal zo gaan beginnen, verzamelen bij het politiebureau. Het zal cash only zijn, dus het gaat beginnen over 2 minuten, zie ik. En dan moet ik erbij zijn, want wat gaan ze dus doen? De politie heeft dus een paar dingen in beslag genomen. Oftewel, het kan van alles zijn, misschien een huis voor iemand, of een auto, of het kan van alles zijn, misschien een wapen misschien. Dat zou ik heel erg fijn vinden in de server. Maar, dat kunnen ze veilen. En als je naartoe gaat, kan je gewoon bieden op degene wat ze aan het veilen zijn. Zo goedkoop mogelijke prijs kan je die meenemen. En het is cash only, je moet opschieten, want het begint over een minuutje. En dat is wel fijn, want ik heb laatst, dus eigenlijk ga ik vertellen, ik heb... Vandaag, ook een uurtje geleden, begon de bank ook met de veiling. Want de week is om. De eerste week echt in Mindtopia. Dus er komen ineens de veilingen voor alle mensen die hun spullen gemist hebben. En dus iemand heeft bij de politie iets niet kunnen betalen of iets achtergelaten. En dat gaat nu geveild worden. Ik moet even opschieten. En hopelijk zijn er niet al te... Ah, fuck. Het zijn echt kei veel mensen. Hallo iedereen. Hallo. Hoi. Hoi. Ja, kijk. Er zijn ook mensen hier op TeamSpeak van de server. Hallo. Politieagent Rinion. Goedendag. Goedendag, meneer. Komt ook voor de veiling? Ik kom ook voor de veiling. Dat was wel te verwachten. Natuurlijk, bij elke veiling ben ik erbij. Want jullie waren laatst ook allemaal bij, hè? Bij het bieden op het huis. Ja, zeker. Oh, ook Dodo is erbij, zie ik. Oh jeetje, die heeft ook een doel gehad. Goed. Nou, nog een minuutje, dan moeten we wachten. Wat wordt er geveild of zien we het zo meteen pas? Dat is nog even geheim. Zijn het meer? Te komen. Is er één of meerdere artikelen? Ik heb 2 artikelen. Oké, okay, awesome. Ik ben nog niet benieuwd. Vorige keer heb ik een huis kunnen kopen. Daar waren jullie ook allemaal bij. Ik had toen iemand... Oh, hij is er dit gelukkig, die dude. Je had vet veel geld, man. Hij is niet meer online. Ja, die had echt veel geld geboden. Dus dat is wel fijn. Mike is er ook bij. Ja, hoi. Mike heeft ook een boel geld, centjes bij elkaar. Of niet, Mike? Nou, valt wel mee, maar ik kan wel wat kopen. Jullie hebben allemaal... Oh, de veiling gaat beginnen. Oké, okay, ja. Nou. De veiling gaat beginnen. Nou, Triderion, Jeroen, neem ons lekker mee. Ja, je kunt me allemaal volgen. Wat? We zullen hier gaan staan. Oké, okay, vertel. Het eerste ding wat ik ga verhandelen zal zijn deze mooie horloge. Laatst gewoon gevonden op straat en deze zal dadelijk geveild worden. Een horloge? Oh, uit. Oké. Okay. Nou, want die gaat hij in de chat gaat hij typen nu, dat iedereen het kan lezen wat het is. Oh, Aleta komt er ook bij. Oh jee. Oh jee. Die gaat geld inzetten met z'n tweeën. Hallo, ga eens van de auto af. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Nou, begin een horloge. Beginnen van €500. Voor een horloge? Al duur. Het is een zeer speciaal horloge. Oh, waarom is het zo speciaal dan? Geen idee, daar is hij op getaxeerd. Door wie is getaxeerd? Ik trouw gewoon met mensen. Heb je daar bewijs van? Zeker, zeker. Hmm. Dat krijgt u erbij. De formulieren zullen allemaal afgehandeld worden. Oh. Ik ga de opening bot niet doen, 500. Dus we moeten hem even afwachten, jongens. Is die fake die beat 500? Het zal allemaal wel. Wacht, wie een opening. Kijk wie een openingsbot gaat plaatsen. Moet ik het. Maaike, beat 500! Maaike! Yes! 500 voor een horloge! Ja, weet ik veel. Moet nog een keer ook gekocht worden. Oh, Mike. Ik bied 510. Moet je typen in de chat, dan weet iedereen precies wat er gebeurt. Terwijl we ook mensen niet TeamSpeak zijn met ons. 510. Haha. Ik bied 520. Spannend. Niemand gaat over 25. Ja, niet met 2 euro's gaan werken. Dat is echt, dat kan niet hoor. Het is geen kinderspel hier, hoor. Ik vind het wel. Dan moet echt de veilingmeester dat voor zeggen, hè. Ja. Oh, oké. Het zijn boden voor €10. Nou, ga je van 35, ga je van 35, V? Ja, ik ga van 35. 55, voor het mooie horloge. Je bent me gewoon aan het uitbuiten. Nee. Oh, tuurlijk niet, nee. 65. Nee, tuurlijk niet. Oké, 95. Voor een vet horloge, hè? Het is echt maar one of a kind is hij, volgens mij. Ja, dat kan. Laten we even zien. Ja, dat is one of a kind. Oké, okay, top. Dat is mijn mooie iron chestplate. Is Mike ook eruit gedropt? Die wilt ook niet meer betalen? Nee. Nee? Ja, ga maar betalen. Face stopt er ook bij? Joep. Oké, okay, helemaal goed. Helemaal... Oh, 600! Oh. Nou, ik stop. Ik hoef hem niet.
Oké, ik drink er. Nou, dan wordt het eenmaal andermaal, Tridirion. Woe! Ik hoef hem dus niet. Nee, bedankt. Ik pas. Ik ga kijken wat hierna verkocht wordt. Ik wil mijn geld in het zak houden. Het is cash only, hè? Mhm. Cash eenmaal andermaal. Oeh. Verkocht aan de heer Deadly Famous. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Wouter. Yeah. Neem het lekker. Nou ja, ik wou hem niet kopen. Ik dacht van, nou, ik weet niet zeker hoeveel die gaat waard zijn. Dus dat, ik wil het niet ophalen aan het einde van de veiling. Oké, voor 600 heeft hij hem. Oké, top. Oké, nou, de eerste veilingstuk was ik niet zo heel tevreden. Jullie wel? Of hadden jullie iets meer verwacht? Nee. Ik had wat anders verwacht, hè. Ja. Nou, goed. Nu verder met het volgende artikel. Nee, de auto? Is het de auto? Ik heb nog een auto nodig. Mike heeft al een auto, hè? Yep. Jij ook al, hè? Drop Vader? Ja, V ook al. Maar ik wil een auto. Ligt eraan hoe duur die is. Misschien is het niet eens de auto, misschien zit hij gewoon te kijken. Wow, getikseerde auto van 17k. Nou heb ik gekeken. Ik ben natuurlijk vrienden met Cookie van Cookie's Wheels. En hij zegt dat het... Wow, 18k, Mike? Ja. Oké, nou, neem hem maar mee. Ik heb gezegd, ik ken een Cookie van Cookie's Wheels. En ik heb natuurlijk gekeken in zijn brochure. Het is niet 18k waard, deze auto. Dus ik pas op deze. Dus dan... Oeh, Mike. Wens ik jullie... Dat was wel een heel snel hoog bod. En je moet wel cash betalen, hè, Mike? Dat weet je. Ja, maar ik mag toch nog wel een lening afsluiten? Nee, het is cash only. Dat betekent dat je nu moet betalen. Ja, maar kan ik niet betalen. Moet ik eerst een lening afsluiten? Ja, zo werkt het dus niet. Dat zo is werkt een... het niet, hè? Okay. Ja, helaas. Je moet het nu doen, hè? Anders heb je een probleem. Ja. Ik denk dat jij... Ja, dat is niet zo handig. Dat wordt op afbetaling waarschijnlijk. Dan, ja, hoe? Dat kan niet. Dat mag niet. Nee, dan je hebt niet genoeg geld bij je. Dan moet je dus echt... Dan heb je echt een probleem. Dan kan je hem niet verkopen aan haar. Nee. Dan zou je een... dat moet je betalen voor het bidden. Voor het bieden. Ja, ze moeten betalen voor het bieden. Hey. Nou goed, weet je wat we doen? Ik bied wel even aardig dan. Ik bied 7k. Gewoon laag beginnen, 7k. Want Maaike heeft het niet cash. Oh, Maaike, 8k. Dat doe ik nog wel cash. Hoeveel cash heb je, Maaike? Ja, dat ga ik niet zeggen. Oké, dan laat ik je gewoon weer die 18k betalen eigenlijk. Hè? Ik ben aardig voor je geweest, dus ik gebied. Nou, dat vind ik wel heel erg. Gaan jullie tegen mij? Nee, een soort van, nee. Ik zou het niet doen. 9k. Dat ik even zeg stop, hè. Dan heb je gewoon 10k verspild aan een auto, wat je al hebt. Ja, maar ik wil hem inruilen. Ik wil die andere auto weg hebben. 9,5k. Ja, oké, pas. Kijk, Dodo ook. Van je weer gaan trompelen. Ik heb het idee dat Dodo hier dadelijk weer opeens komt met een of andere bot. Ja, hij gaat toe. Hij zit naar die auto te kijken. Hij zit te kijken, hij staat stil, hij piept! Oh. Ah, you wanna scrub, you scrub! Zo, GG. You scrub. 10,5k. Oeh. Spannend. 11k, what the fuck? Oh, ze zijn samen! Ja, tuurlijk zijn ze samen. Extra makkelijk. 11,5k. Raar, oh, dit wordt een spannende, jongens. Ja, 11,5. Spannend, dit. Het is wel een mooi bolide. Ja. Ik denk, ik wil graag wat hebben op zich. Want dit is volgens mij wel een snel autootje. Dus dat zou wel, dat wordt wel wat. Er is ook aan het discussiëren, z'n tweeën. Ze zitten elkaar aan te kijken. Wat gaan we doen? Ik doe wel eenmaal, want het duurt lang. Kom op. Eenmaal. Woehoehoe! Oh! Heel mooi, Volkswagen. Andermaal! 12k! Oh nee! Deze battle! Oh. De spanning stijgt. Dat is mooi bij mijn horloge. 12,5k. Boom! 12,5k, daar gaan we! 5 om te bovenop knal ik er even op. Ja, Dodo. Wil je deze battle? Ja! Wordt diep in de zak tuiten voor ze, hoor. Tam. Dat is niet eens een strijd. 13k biedt hij. Oeh, 13k. 14k. Gewoon meteen er bovenop. Geen twijfel.
14k, geen twijfel, geen probleem. Geen probleem, 14k. Hij twijfelt. Hij twijfelt. Yeah. Twijfelen. Ja, ja, ja. Hij twijfelt. Oh jee. Moet je weer raden hoor. Eenmaal. Kom op. Eenmaal. Woehoehoe. Andermaal. Ja? Heb ik hem? Ja. Vijf. Oh. Hebben. Steven bij de bel. Suckers. Haha, Marcel. Hé, ik ga even door. Ik vond het gezellig. Oké, mooi, goed. In ieder geval, hun verkopen lekker die auto voor 15k aan Dodo, oftewel Deadly Famous en Eleta. Die auto, ik heb gekeken, mijn cookie een beetje gekeken. Als ik hem eigenlijk wil kopen, kan ik mijn cookie sowieso meer korting krijgen dan 15k. Dus ik wou eigenlijk gaan tot maximaal 10. Maar ik zag dat Dodo een beetje competitive werd samen met Eleta. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga proberen zo ver mogelijk die prijs omhoog te boosten. Dus met dat horloge wou ik het ook doen. En toen stopte op een gegeven moment de twee dames ermee. Dat vond ik dat jammer. Gelukkig had Dodo wat overgenomen. Dus daar ben ik blij van. Dus dat betekent dat ik Dodo eigenlijk 5000 door zijn neus geboord heb of zo. Dat had in dat ik daar een beetje heel smerig in was geweest. Heel gemeen. Maar ja, helaas. Ik wou hem misschien wel hebben voor 10k. Kunnen flippen naar een mooiere. Maar ik zal nog even laten zien wat ik gewonnen had. Vorige keer bij de vorige veiling. En die heb ik gekocht. Het hele huis. Voor 30.5k. Of 30.500. Cash heb ik hiervoor moeten betalen. Ik was erbij. Er waren best veel mensen. Iemand had me tegen mijn appa aan het bieden. Die had 30.000 geboden. Dat is toevallig hier staat. Die Papa Warlord was dat. Die heeft heel veel geld van de IKEA. Maar ik bood net eroverheen met 500. Hoi Maaike. Hoi. Zo, nou, Maaike staat er al bij. Het huis is nu, wat staat erbij, van Rod Jorgie. Dat is hartstikke tof, want dit is nu van mij. Het was eerst van TVG. En wat had TVG nou gedaan, die Jorne Matthijs. En de gast die is mijn clubhoeder. Is te hebben hier, heeft David dit laten verlagen. Weet je wel, precies op de grens. En eigenlijk is dat niet oké. En toen hebben ze David aangeklaagd. Dus ze gingen mieren neuken. Nou, wat houdt dat in? Op een gegeven moment de machtige 5. Dus de Fantastic 5. Ik ga het trouwens in mijn huisje vertellen, want de anderen mogen het eigenlijk niet horen. Zo, ik had in mijn eentje praten. De Fantastic 5, wat hebben we die toen gedaan? Dus David, die haalde meteen, zeg maar, van... Ja, oké. Jullie hebben hier één keer je termijn gemist om de bank te betalen. We gaan meteen je huisje veilen eigenlijk. En dat kan voor elke prijs zijn. Uiteindelijk was hij dus getaxeerd op... eigenlijk is dit huis is iets van minimaal 70k waard. Dus 30.000 stuk land en 30.000 voor het huis. Nou had ik hem gekocht, want ik had het meest geld. Ik was er toevallig bij en David, ik zag dat David het oproepte in de server. Het was een keer een Skype call gekomen. Het was om lekker makkelijk te maken. Heb ik het verdiend. Heb ik het gekocht voor uiteindelijk 30.5k. Kom ik binnen, staat er fucking veel interieur in. Ik bedoel, deze ijskast, koelkast is al 1.5k waard. Ik bedoel, de muziekboxen, de ovens, verschillende rijen, tapijten liggen erin, stoelen zitten erin, tafeltjes zitten erin. En eigenlijk is deze vloer, dit stuk land eigenlijk, het zit naast, achter David zit het, zeg maar. Het zit achter Maaike, maar naast David, David is Davids huis. En tegenover het huis van Revé. Dus dit stukje land wordt op een gegeven moment echt iets van 120.000 waard. Op zijn minst. Dus ik heb hier dik aan verdiend. En ik heb laatst met Kees erover gehad. Dat als ik een vijfde plot heb. Dat ik hem kan fixen dat hij mijn vijfde plot gewoon goedkeurt. Dus ik ga zorgen dat ik die snel mogelijk heb. Dat die echt precies wordt goedgekeurd. Dat zou heel erg tof zijn. Goed mensen, in ieder geval. Dit was eigenlijk de veiling. Ze staan weer voor mijn deur met z'n allen te chillen. Ik ga wel even naar buiten. Ga ik ze even gedag zwaaien. Want het zijn wel aardige dames dit. Hoi, dag dames. Hoi. Hey. Nou, in ieder geval, dat was mijn video. Ik hoop jullie genoten hebben van de video. Laat een blauw duimpje achter omhoog als jullie hem awesome vonden. En ik zie jullie graag in de volgende video. Peace.